Oh, hallo. Hallo allemaal. Ik ga vandaag de tuin doen bij mijn moeder. Zoals mijn ouders mij vaak helpen, help ik hen ook vaak. Je zal misschien denken, is het nodig? Nou, ik laat een beginshot zien en een eindshot als de tuin klaar is. En dan kan je zien hoe goed ik kan tuineren. Nee hoor, ik doe mijn best. En ik heb het al vaker gedaan, dus we gaan dat vandaag ook weer doen. Ik zal een stukje van de achtertuin laten zien wat moet gebeuren. Nou, dit zijn de hagen. Zoals je ziet, heel veel werk. Dit zijn coniferen. En daar moet ik aan gaan zwaaien, anders gaan de boomstammen. Zo ziet het al een tijdje geleden, ongeveer een jaar. Omdat mijn moeder met een slijmbeursontsteking zit en ik veel werk. Maar vandaag is het mooi weer, dus we kunnen het mooi gaan doen. Ook de tuin moet gedaan worden. Zoals je ziet is er veel onkruid, er moet alles gesnoeid worden. Dus genoeg werk aan de winkel. Nou, dit is de buitenkant van de achtertuin. Die moet ook helemaal gedaan worden. Dus dat is genoeg werk. Moet je kijken van uitschieters. Dus even goed kijken. Dit is voor. En straks zie je na. Nou, wat heb je allemaal nodig om zo'n grote tuin te snoeien en onthouden? Twee katten die toekijken. Een verlengsnoer, een haspel om zo genoeg lengte te krijgen. Natuurlijk, het belangrijkste, de bergschaar die je doet. Naar het schuifbare handschaar voor de lange stukken. Een zaag voor de takken. Een hark om alles aan te wegen. En ook een bezem, we staan in de schuur. En natuurlijk een ladder om bij de hoofdstuk te komen. En niet onbelangrijk, schone handschoenen. Handschoenen, handschoenen, handschoenen. Gino heeft er in ieder geval zin in. Met Jean. Toch niet naar mijn kont kijken. Zo.
Tijd voor koffie. Zo mensen, dit was deel 1 van de tuin. Over een paar weken ga ik het vervolg laten zien. En dan laat ik zien hoe de tuin eraan toe is. Op dit moment ziet het er zo uit, deze kant van de weg. Het is al een begin, ik hoop dat het te zien is. En ik ga nu maar even opruimen.